Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Na al die zwangerschapsfilmpjes is het even tijd voor iets anders, namelijk een opgemaakt video. Want dat is echt wel mega lang geleden. Je ziet hier bijna het uitpuilen, of bijna het puilt uit. Ik denk dat dit voorlopig mijn laatste opgemaakt video is, maar ik vond het wel heel leuk om even go out with a bang met echt een mega grote opgemaakt video. Simpelweg omdat ik merk dat ik nu ik zwanger ben en ik verwacht dat het de eerstkomende tijd met het kleintje ook zo zal zijn, niet heel veel nieuwe dingen probeer. Dus dat ik niet heel veel spectaculaire nieuwe dingen opmaak. Dus dat het een beetje steeds een beetje van hetzelfde is. Dus ik dacht, ik vind het fijn om dan dat even af te ronden. En dan kan ik altijd wel weer, als ik weer een beetje in de flow zit, weer eens iets, wel weer een nieuwe opgemaakt video opnemen. Maar voorlopig dan eventjes niet. Dus dit is de voorlopig laatste. Dus laten we maar gewoon beginnen, want het is echt mega veel. Dit is de bak, er valt, terwijl ik het optel, ook van alles uit. Dus we gaan er gewoon stug doorheen. We werken van rechts naar links, voor de kijkers van links naar rechts. Als eerste, volgens mij bestaat deze alweer niet meer. Dit is het Ethos Primer Water. Misschien wel hoor, misschien heb ik het gewoon, was hij de laatste keer dat ik bij de Ethos was uitgekocht. Maar dit is dus gewoon water om je gezicht mee te primen. Ik vind het wel een fijn spul. Ik gebruik het overigens om te fixeren, omdat toen mijn fixing spray op was en dat werkte ook prima. Hier gaan we nog wel meer van tegenkomen, denk ik. Dove douche gel. Ik ben gek op Dove douche gels. Ook van de Ethos is de Ethos CC Radiance Cream. Een hele fijne dupe van mijn Bare Minerals Complexion Rescue. Dus mocht je die is niet in de winkel te koop, maar wel gewoon online. Maar mocht je die niet, die is wat duurder, mocht je die niet willen betalen, dan heb je in ieder geval nog deze. Dit is echt wel een prima dupe. In de zomer heb ik de kleur medium, in de winter heb ik de kleur light. Dus nu heb ik een medium opgemaakt en dit is gewoon een hele fijne CC Green. Niet super veel dekking, gewoon een fijne basis met een lekkere frisse glow over je gezicht. Ik vind hem heel fijn, gebruik hem echt heel veel. Dit is echt al mijn, zoals de tube die ik opmaak. Eentje die je ook al heel vaak in mijn opgemaakte video's voorbij hebt zien komen is het Estée Lauder Perfectly Clean Multi Action Foam Cleanser. En dit is een and Purifying Mask. Ik gebruik hem overigens nooit als masker. En dit is echt een hele fijne gezichtsreiniger. Ik gebruik deze altijd in combinatie met mijn Clarisonic Mia 's ochtends. En 's avonds gebruik ik hem in combinatie met zo'n soort siliconenborsteltje. Reinig mijn gezicht mooi, zorg dat ik geen puistjes krijg. Ik word hier heel blij van. De tandpasta zullen ook nog een paar keer voorbij zien komen. Sensodyne Repair and Protect. De whitening variant. Dan André Lon maskers vind ik altijd wel fijn. Van die 1 minuut dingen. Dit is het zomerblond masker. Die heb ik eigenlijk nooit meer. Die kwam ik ergens tegen. Oh, dat is ook wel prima. Niet dat het mijn haar volgens mij blonder maakt. Maar het is een prima maskertje. Het zijn gewoon van die fijne, snelle maskers. Want ja, met kinderen heb je gewoon niet zo heel veel tijd om uren in de douche te staan met een masker op je hoofd. Dan bruin zonder zon, want ja, mijn benen worden niet bruin van zichzelf. En sowieso ben ik nu niet echt in staat om in de zon te zitten. Ik moet zeggen dat ik, nu ik zwanger ben, niet heel veel zelfbruin gebruik. Maar ik moet ook wel zeggen, ik ben echt hoogzwanger trouwens. Dat zien jullie nu niet, maar dat ben ik wel. Ik moet zeggen dat ik nu ik... dit is de afgelopen, de afgelopen maanden is het gewoon heel warm voor Nederlandse begrippen. En dan heb ik de hele tijd blote benen, want nu ik zwanger ben draag ik alleen maar jurkjes. Dus ik moet zeggen dat ik mijn benen nog wel regelmatig met zelfbruiner doe. Omdat het anders echt van die witte melkflessen zijn. Maar in principe probeer ik dat, normaal doe ik mijn hele lijf en zo en dat doe ik dan nu niet. Maar ja, ik vind zelfbruin wel een beetje fijn om nog een beetje iets van kleur op mijn benen te hebben. Maar ik zit natuurlijk sowieso nu niet in de zon. Dus deze Dove Derma Spa Summer Revived. En ik heb altijd degene voor de medium tot donkere huid. Heb ik niet. Maar ik heb het gevoel dat die beter werkt. Dan heel veel deo's van Sven. Misschien komen we er nog meer tegen. Dit zijn de Nivea Sensitive Protect deo's. Ik denk dat we dat nog wel vaker voorbij zien komen. Want dit is ook... Oh, kijk, nog meer. Dit is douche gel van de Nivea Sensitive for Men lijn. Maar ik zie hier nog meer deo's. Ik zie dezelfde Dove van mij nog een keer voorbij komen. Ik weet ook niet van hoe lang dit precies is hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nog eenzelfde tandpasta. Dus we gaan nu door met... Oh, nog een deo van Sven. Ik weet niet hoeveel deo's hij gebruikt, maar vrij veel. Goed dat hij ze in de opgemaakt bak legt.
Dan. Het Estée Lauder Perfectly Clean. Dit is de tonic. En die gebruik ik dus in combinatie met die cleanser. Vind ik een hele fijne combinatie. En ik heb heel veel geprobeerd. Ook heel veel gewoon drogisterijmerken. Maar ik merk gewoon dat dit voor mij gewoon een gouden combo is. En iedere keer als ik denk, weet je, ik ga wat anders proberen. Dan merk ik dat ik toch weer een beetje onzuiverheden krijg. Nou, dat wil ik niet. Dus ik blijf hier trouw aan. En ongetwijfeld dat ik wel weer eens iets nieuws ga proberen. Maar dit is toch echt wel mijn basis waar ik eigenlijk altijd naar terug ga. Zeker tijdens mijn zwangerschap, maar eigenlijk ook gewoon, gebruik ik heel graag de Johnson Baby Oil. Nu ik zwanger ben, wat ik dan doe is, na het douchen op natte huid smeer ik alles in. Inclusief mijn enorme buik. Met dit spul. En dan doe ik daarna nog, ik weet niet of dat hier ook nog in zit. Ja, dan doe ik daarna nog dit ook op mijn buik. Dit is de Coconut Butter Formula van Palmers. Dus dan droog ik me, zeg maar, heb ik dit op mijn natte huid gedaan. Dan ben ik al zo goed als droog daarna. En dan dep ik het nog een beetje af. En dan smeer ik daarna mijn buik hier nog mee in. Gouden combinatie. Vind ik heel fijn. Maar ik vind dit sowieso heel fijn spul. Gisteren was er een vriendin van mij was. En die zei, jeetje, heb je een zachte huid. Maar dat is echt omdat ik gewoon dit redelijk religieus gebruik. En ik vind het ook heel makkelijk. Want ik heb een hele droge huid. Maar dit doe ik gewoon direct nat na het douchen. Smeer ik het op. Trek het super snel in. En dan ben je gewoon, ja, soft like a little baby's butt. Ik gebruik het dus niet voor de baby, maar voor mezelf. Niels is geen baby meer overigens. Niels is al 2,5. Maar goed, deze vind ik dus ook heel fijn. Wat ik hier ook heel fijn aan vind is de pompflacon. Want ja, liever lui dan moe. Dit is met vitamine E, collageen, elastine en shea butter. En ik vind dit heel fijn spul. Ruikt ook lekker. Iemand zei ook, vlekt het op je kleren. Maar dat, nee, dat is tenminste bij mij niet. Maar ik moet ook zeggen dat ik altijd vrij lang nog na het douchen nog met een badjas rondloop. Dus misschien dat het daar aan ligt. Maar ik vind het heel fijn spul. Voor de buik. Dan, ook heel fijn spul. De Rock Anna Dryal. Ik heb dit jaren en jaren gebruikt. Omdat ik een hele droge huid had. Nou, dat ging op zich een hele tijd wel beter. Maar sinds de zwangerschap had ik toch wel weer... Had ik zeg maar... Aan het begin had ik heel veel pukkels. En daarna had ik heel droog. Dus... en nu is het gewoon stabiel. Maar ik merk wel dat ik wel gewoon dit lekker blijf smeren. En dat is gek voor mij. Want normaal in de zomer heb ik er niet zo'n last van. Maar dit is dus echt voor een hele droge huid. En dit is echt een hele fijne crème. Ik zou zeggen, hou aanbiedingen in de gaten. Want het is best wel duur. Maar als je gewoon bij de Ethos 1+1 gratis, dan is het prima te betalen. Maar dit is eigenlijk dan op zo'n moment het enige wat mij helpt. Normaal heb ik een crème van Olaas. Of ik heb iets van Sven van de Tuinen. En dat is allemaal prima. Maar als ik echt, als de dry patches all over mijn face zijn, dan is dit gewoon heel fijn spul. Maskertje. Ik heb al meer maskers gedaan, maar niet allemaal bewaard. Want het zijn niet allemaal bewaarwaardige dingen. En ik gebruik ook heel vaak, voor wie mijn vlogs volgt, ook heel vaak gewoon zo'n pot van L'Oreal. En ja, dan heb ik wel een masker gedaan, maar dat leg ik dan niet direct hier, want die pot is dan nog niet op. Maar dit is er eentje die ik laatst had gedaan. Dit is de Hema Face Spa Bamboo Sheet Mask met Dead Sea Minerals. Dus dit is een sheet mask. Vond ik wel fijn, maar in mijn herinnering, maar dat zie je ook, maar je ziet hem volgens mij, gebruik hem in mijn vlog, vond ik hem heel koud aan mijn gezicht. Nou is dat, lijkt het me nu echt de hemel, dus misschien moet ik hem nu weer een keertje gebruiken, want ik het zo warm. Maar toen vond ik echt, ik dacht, nou het is gewoon niet zeg maar heel erg, het voelt niet heel luxe als je de hele soort voor je gevoel een soort bak ijs op je hoofd hebt liggen terwijl je probeert te relaxen. Maar verder wel een prima masker. Een shampoo, de Schwarzkopf Nature Moments met Moroccan Oil en Macadamia. Moroccan Argan Oil en Macadamia Oil. En dit is een prima shampoo, maar ik werd er niet mega warm van. Ik heb betere shampoos, het zijn prima dingen. Dit is allemaal wel met ingrediënten 100% van Natural Origins. Maar om nou te zeggen, even kijken hoor, staat er geen siliconen, geen artificial color dingen, van alles. Maar ja, ik moet zeggen, ik werd er gewoon niet mega warm van. Een droogshampoo, de Batiste Extra Volume droogshampoo. Ik vind die Batiste dingen altijd vrij heftig ruiken. Deze valt me nog mee, maar ik vind deze wel fijn. Maar mijn lievelingsdroogshampoo is die, de Drynamic van Sebastian. Maar die doe ik eigenlijk gewoon direct na het wassen in mijn haren. Of tenminste direct, als mijn haar droog is, dan doe ik er ook zo van in. En deze is dan, weet je, als ik op dag 3 denk van nou, ik moet er nog even mee door kunnen. Dan doe ik bijvoorbeeld deze van Batiste. Dan is die heel fijn, maar ik zou hem niet direct er al insmeren, want hij is echt wel heftig. Oh, dit is opgemaakt van Niels. Dit is
crème voor Niels. Niels heeft ook een hele droge huid, vooral in de winter. Maar wat hij ook wel heeft is van die bubbeltjes hier. En dat heeft hij van Sven. En nou, dat is ook een soort teken van droogte, geloof ik. Of in ieder geval werd er aangeraden om dit te gebruiken. En dit is Ceto Macro Gol crème met 10% vaseline. En dit kan je gewoon in de apotheek kopen. Maar je kan het ook op recept krijgen. Dan betaal je het niet voor, zeg maar. En deze is voor de droge en gevoelige huid. En dat heeft Niels. En het hydrateert en het beschermt je ook tegen verdere uitdroging. Dat is die vaseline. Ik bedoel, vaseline doet niet zo heel veel verder voor je. Maar het zorgt wel voor een beschermlaagje dat het niet nog erger uitdroogt. Ik gebruik het niet elke dag. Ik gebruik het alleen na het douchen. Hij doucht 2 keer in de week ongeveer. Of een bad. En dan smeer ik hem daarmee in. Nu in de zomer iets minder. Nu in de zomer doe ik vaker gewoon een wat luchtigere lotion. Maar het is echt heel fijn spul voor hele droge huidjes. Ook heel fijn spul voor mijn huidje is het L'Oreal Youth Coat Serum. Bestaat volgens mij niet meer, maar ik heb gelukkig nog een flinke stash. En I love it. I love this serum. Mocht iemand een goede vervanging hebben, let me know. Dit is de crème waar ik het net over had. Dit is de dag- en nachtcrème van de tuinen met aloe vera. En deze gebruikt Sven. Maar die gebruik ik ook, bijvoorbeeld ook 's avonds. Voor het slapen gaan, of ik doe een olie of ik doe deze. En dat vind ik gewoon een hele fijne basiscrème. En let hier ook trouwens op, want dit is ook vaak in de aanbieding 1 plus 1 gratis. Of 1 voor een euro, of de tweede voor een euro. Fijn spul. Daarom hebben we hier nog één. Even kijken. Dan, oh ja, dit maskertje. Dit is het L'Oreal Botanicals Fresh Care Coriander Strength Source Masker. Voor fragile hair. En ik vond het wel oké, maar ik vind die geur echt niet te hachelen. Nou hou ik sowieso niet van koriander. Ik durf hem niet open te maken, dat is al een tijdje geleden. Het is met koriander, seed oil en sojabonen, kokosnoot. Maar ik werd echt, als ik hiermee mijn haar zeg maar had behandeld, dan dacht ik wel echt een beetje meh. Dus op zich prima masker. Ik zou hem niet zo snel nog een keer kopen. Want ja, ik vind het ook wel fijn als mijn haar een beetje lekker ruikt. Over lekker ruiken gesproken, deo altijd fijn, deze heb je ook heel vaak zien gebruiken. En een parfum van Sven, en dit is Sven's signature geur van de laatste 2 jaar denk ik of zo. Dit is Abercrombie & Fitch First Instinct, hele lekkere geur. Love it. Dit is een kleine, hij heeft nu een 100 ml geloof ik, dus daar zal hij nog wel even mee doen. Maar het is een heel fijn parfum. Als je van zoete geuren houdt, overigens. Hier is de Ethos Fixing Spray. Dit is de hydrating variant. Maar die hebben ze volgens mij ook niet meer. Volgens mij hebben ze nu alleen maar weer de normale. Maar die vind ik eigenlijk ook het fijnst. En die heb ik nu ook gewoon weer. Maar deze had je eerder ook. Maar misschien hebben ze hem wel. Maar was het gewoon allemaal leeg toen ik het kwam. Dat kan ook. De Ethos Q10 oogcreme. Deze die zit dus in zo'n pakje. Deze vind ik heel fijn. Ik gebruik altijd op mijn ogen. Ik heb hele droge huid ook onder mijn ogen. En veel crèmes vind ik daar niet fijn voor. Maar deze vind ik heel fijn. Dus wederom Ethos. Love Ethos. Love ook kruidvat. Want daar heb ik altijd de wattenschijfjes van. 2 pakken hier. Maar ik heb er denk ik wel meer op gemaakt. Dan het crème masker met mango en ilipe butter. Voor de droge tot zeer droge huid van Dr. van Hoog. Dit is echt... Oh, dit ruikt naar ijs als je het opsmeert. Het is echt love it. Heel fijn masker. Ruikt dus echt naar, nou ja, naar een ijszaak. En het voelt niet als een ijszaak. Het is niet zo koud als het andere masker. Het is gewoon een heel lekker superfoodend masker. Ik word hier heel vrolijk van. Normaal kan ik trouwens niet tegen fruitzuur op mijn huid. Maar dit kan ik prima handelen. Dit is nog billencrème van Niels. Die is volgens mij helaas niet meer te koop. Vond ik echt de beste ooit. En nu heb ik van Weleda. Is ook prima. Maar deze vond ik echt fantastisch. Dit is de Nature Baby Care Eco Rash Cream. Mocht iemand hem herkennen en zeggen, hey, ik weet wel waar die nog is, let me know. Wij kochten het vroeger bij de Eco Plaza, maar daar heb ik me al een tijd niet in de schappen gezien. Dus let me know, want ik zou heel graag voor baby nummer 2 deze ook weer hebben. Maar nou, voor nu is hij er dus niet. Oogmake-up remover, deze heb ik ook altijd. Dit is de Nivea Oogmake-up remover met dubbel effect. Dus dit is met 2 laagjes. Dus zeg maar inclusief een laagje olie. Vind ik heel fijn werken. Verwijdert waterproof make-up gewoon heel erg goed. En ik heb altijd waterproof mascara op. Over mijn gewone mascara heen. Dus een mooi brugje naar mascara. Deze Catrice Glam & Doll mascara. Ik moet zeggen dat ik meer mascara heb opgemaakt. Maar dat ik dat had weggegooid. En
vergeten was in de opgemaakbak te leggen en had weggegooid. En toen lag het zeg maar in de yoghurt en dacht ik, ik ga het niet meer schoonmaken. Deze dingen maak ik ook regelmatig op. Dit zijn de Elvive Total Repair SOS haarverzorging. Heb je geen tijd voor een masker, dan is dit je grootste vriend. Want deze doe je gewoon in en spoel je weer uit. En daarna is je haar heerlijk zacht. En ik doe het dan alleen in mijn punten. Dan de Chanel Hydra Beauty Flash Instantly Hydrating Perfecting Balm. Heb ik een keer op vakantie meegenomen. Is ook op. Meestal laat ik dat dan ook daar, maar nu had ik toevallig mee. Dit is dus de dagcreme voor als ik niet zo'n droge huid heb. Dit is de Olaus Total Effects 7-in-1. En dit is de parfumvrije variant en die is heel erg fijn. Ik heb hem nu ook staan, maar ik gebruik hem dus wat minder vanwege mijn mega droge huid. Tandenstokers van Sun, de Jordan Extra, oh nee, de Jordan Thin. En dan een concealer. En ik heb de volgende ook alweer bijna op. Dit is de Bourjois Radiance Review concealer. En die vind ik super fijn. Ik bestel hem altijd bij Douglas of ik koop hem bij Douglas. Maar nu hebben ze volgens mij ook Bourjois bij Kruidvat. Dus dat zou dan ook helpen. Ik heb altijd de lichtste kleur. En die is gewoon heel fijn en luchtig. En trekt niet te veel in je lijntjes. Wat heel fijn is met droge ogen. Dus deze is zeker een aanrader. En geeft gewoon lekkere frisse uitstraling. Nog meer tandpasta. En hier heb ik nog, ik heb het, ik weet niet waar de tube is, maar dit is de, want die is ook op namelijk. Dat weet ik al, die heb ik op vakantie laten staan. Maar dit is de Chanel Vitalumière Aqua Foundation en dit is de verpakking van de nieuwe, want ik heb inmiddels alweer een nieuwe. Dit is een hele fijne foundation en de kleur vooral is voor mij heel erg goed. Dit is de kleur 22 beige rosé en dat is precies mijn kleur. Ik heb geen gele ondertoon. Ik moet juist eentje met een roze ondertoon hebben. En heel veel foundations hebben dat niet. In ieder geval niet in de kleur die ik dan nodig heb. En deze is echt spot on. Dat is het. Dat is alles wat ik heb opgemaakt. Het is echt, ik zie dat ik 18 minuten heb gedraaid. Nou, er zal er iets uitgeknipt worden. Maar heel erg veel producten opgemaakt. En dat leek me wel een mooi afsluiten van de opgemaakt video's voor de komende tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ben je benieuwd naar alles rondom mijn enorme buik? Dan kijk vooral mijn zwangerschapsvideo's. Ik vertel je vrijwel wekelijks hoe het tijdens mijn zwangerschap gaat. En in mijn vlog zie je natuurlijk ook voorbij komen. Die zie je elke zondag. En op woensdag dus regelmatig een extra video. Ik hoop jullie heel snel weer te zien. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan vooral. Blondie Beauty Fashion. En ik zie jullie heel graag heel snel. Doeg!